gezond op. Maar sommigen hebben meer dat subtiele voelen en dat subtiele zielenkind wakker maken nodig. Het verschil voelen. En uiteindelijk gaat het dan naar het wakker maken van het kristallijne kind. Dus het innerlijke kind van de goddelijke vonk. Puur, onschuld, volledig open. Daarop kunnen vertrouwen, daarin veilig zijn, wat er ook om je heen is. Dus inner, die heeft een andere laag nodig om dat innerlijke kind te helpen. Jij praat over, ik krijg helemaal beelden erbij. Oh ja. Wow. Is het bedoeld, hè? Ja, dat is vervolgd. Binnenkort gaan we dan ook daar weer een workshop voor het kristallijne zelf geven. Ja, dat zei ze ook echt mezelf als een baby. Ja, dat is het. Zo. Dus we gaan dus godrealisatie, als je dus al die dimensies en die goddelijke vonk weer in het gedragen, in het gevoel kunt leven, dan word je dus weer als een kind. Zo spontaan, terwijl je heel kwetsbaar bent, is het ook tegelijkertijd niet kwetsbaar, omdat het ik het niet meer als mijn kwetsbaarheid grijpt en een verhaal van maakt. Dus je wordt weer als een baby. Goed, we zijn even afgeleid, geloof ik. Ja, hij is wel nodig. Dat geeft dan niet. Wat eerst op die weg nodig is, hè, voordat je die goddelijkheid in je innerlijk kind kunt belichamen, of het kristallijne in je innerlijk kind kunt belichamen, is het eerst nodig dat je die lagen in jezelf kent. Want je kent je bewustzijn, je kent je hart waarmee je kunt functioneren. Maar het kan wel zijn dat het kind veel te onveilig is en daar niet aan mee kan doen. Je kent je meesterschap, hè? Je kunt van anderen allemaal bewust maken of healen of met praten en coachen. Maar hoe is het met jouw subtiele kwetsbaarheid? Dus die lagen moeten eerst bewust worden en leren samenwerken. In de oude tijd van mysteriescholen, dus vanaf Atlantis naar Lemurië, ontstonden de eerste mysteriescholen om weer terug te groeien naar wat we kwijt waren in die oorspronkelijke goddelijkheid en eenheid met alle rijk. En in Egypte en overal zijn dus al inwijdingsscholen geweest. In die inwijdingsscholen deed je een heel leven over één inwijdingsschool. Zo hebben we hier namen van bijvoorbeeld uit de Egyptische inwijdingsscholen als Sekhmet, Hathor, Isis. Dat zijn allemaal ontwikkelingen waar je eerder een heel leven over deed. Zoals de Sekhmet inwijdingsschool, die helpt je op een relatiegebied, tweede chakra, een basiskeuzegebied om daar het goddelijke in jezelf, het pure te volgen en niet wat het voor het ik alleen maar fijn is of beschermend is of eigen belang is. En Hathor doet dat op het gebied van het hart. Isis is vanuit je verlichte staat en dan die delen weer meenemen. Dus elke keer denk je een heel leven over één gebied. Je kan het ook naar chakra's relateren, omdat in al die lagen tot aan de goddelijkheid te zuiveren en schoon te maken. Hè? Dat is wat wij hier ook doen als Elohim Center. Dat is wat de volledige weg van de ontwikkeling betekent. Nu, die inwijdingsscholen, toen ik ik geef al heel veel jaren workshops over bewustzijn, groei en neem dat ook mee met elke workshop, zoals ook een kristalworkshop. Maar eerder had ik dat niet zo goed door, dat ik mensen allemaal opbouwde naar hun meesterschap, naar het gebruik van hun gaven, hun kosmisch zelf, hun multidimensionaliteit. En werden ze daar prachtig in. Ze konden anderen helpen, maar er groeide steeds meer subtiel ego in. Ze werden steeds krachtiger. Ook in hun liefde, in hun bewustzijn, in hun gaven. Maar als ze dan onderling of met het centrum wat was, dan was de boosheid van het innerlijk kind vernietigend. En
ik had nooit in de gaten dat eigenlijk die inwijdingsschool, dat ik die oversloeg, dat ik die mee moest nemen. Dat je niet eerst alleen het hogere moet gaan ontwikkelen, als je dat kleine zelf daar niet in meeneemt. Want als dat met diezelfde grote kracht in de vernietiging gaat, nou dan, he, dan kun je het wel schudden als omgeving. Dus dan groeit het uit balans. En dat zie je wel meer, misschien ook om je heen gebeuren. Maar dat had ik eerder niet door. Dus nu probeer ik dat ook in de workshops ook mee te nemen. Dus in die volledige weg, he, van ontwikkeling afleggen, is het belangrijk dat we al die lagen ook meenemen. En al die chakra's ook meenemen in het openen en in het zuiveren. En nu probeer ik dat zoveel mogelijk. Hè. In de inwijdingsscholen zoals vroeger zijn niet meer één school voor een heel leven. Het gebeurt nu door elkaar. Maar het is wel belangrijk dat we ons er bewust van zijn dat de krachten niet verkeerd omgroeien. Niet uit balans groeien. Niet de nadruk leggen op alleen de comfortzone. Dan worden we daar weer iemand mee in meesterschap. Dan plakken we dat onbewust weer op onszelf. En dat innerlijke kind komt dan niet aan bod om steeds meer kwetsbaarheid lagen open te doen en sluiers weg te nemen. En daar zelf niks van te vinden en van een ander ook niks van te vinden. Dus oordeelloos, puur zijn zoals een baby. Thank you.